zien. En vanuit wie? En vanuit droe? Joren van Klanjaf. Al mijn verlokers kwampen van doen, vanaf mijn eerste verloker kreeg, kwam dat allemaal van bij Camille. Ik heb Camille altijd goed gekost in de carnaval, in de dingen en ja, een mens om mijn hart. Niet alleen voor de carnaval, maar voor mensen die in armoede leven, die nuk veel en dingen. En ik zeg het, ja, het is een mens om mijn hart en hij zal in mijn hart blijven. De leek is van Camille, dat was ieder jaar uitgewerkt naar het nieuw singeltje, het nieuw plotje. Van mama, plotje van Camille, dus ja, dat was en ten al zijn verwezenlijkingen, wat dan met carnaval te maken heeft, ze zijn in een dikke bijbel te beschrijven. En vooral zijn inzet voor zijn medemens. Ja. Camille heeft tegen schijnen schippen. Ja. En heel vaak terecht. Maar Camille was ook iemand die het goede zag in iedere mens. Eerdracht verrood, des te groot die na hoewinnen. Eerdracht verrood, schop de balenkes voorwinnen. Ja, mijn papa kende super goed. En die was echt een goede mens. En die zorgt echt voor een ganse carnaval. Dus spijtig dat hij gestorven is. Kom bij ons mee op de grote markt. Maar ziet ook dat gaat door niet misdaad. Hier is vol pitten en dat boemen. Het is niet om te geloven. Hoe schoon dat door werd. Zeg, Jan is een mens. Mens onder de mensen. Eigenlijk de enigste kwazer waar ik een beetje mooie wegen voor ons carnaval dat als en carnaval en als carnaval ten op de kaart heeft gezet. Mens onder de mensen, van carnavalist tot de prinsen, ze te ondersteunen tot het feestcomité. Ik heb Camille nog geweten als voorzitter van het AKV zelf. Ten we hebben eigenlijk nog een stem naar de stad toe. Dat is na zeer beperkt eigenlijk bij manier van spreken. En natuurlijk, ja, wat dat gedaan heeft voor mensen helpen mensen, dat is eigenlijk ja, mens overschrijden, dus dat is uniek. Daarom dat ze bij zich wel in de grootorde van de kering hebben getoond ervoor. Oor, mansje, was het de gaat maar zien. Want de gast is slecht niks om te doen, zeg kwam maar weg de poen. Oor, mansje, was het de gaat maar zien. Want de gast is slecht niks om te doen, zeg kwam maar weg de poen. Een goede mens, altijd voor ons opgekomen. Altijd voor de mensen ook, verzorgd voor de mensen en voor de voedsel voor de mensen gezorgd. En altijd als Marina kwijt en als Camille nog een keer naar bij. Zet de gaf van ons, verkleed je onderwonst. Het is maar verdraaid ogen, gegooid en niet beklagen, want het is carnaval. Onze Camille, ja, dat was gewoon Olst. Voordat je Camille zag, dat was in Olst. Als je Camille huren, dat was in Olst. Dus kort gezegd, Camille was Olst. Camille was een man voor de mensen. Die ging nooit niet om zichzelf pijzen. Hij ging altijd eerst om een ander pijzen voordat men zichzelf ging pijzen. En dan moet Camille gewoon de man van Olst. Hij is niet voor niks onze keizer. En ik pijs dat carnaval van zijn leven niet meer hetzelfde zal zijn. Maar dat men er toch altijd bij zal blijven. Je zegt het niet van Plootje, ben je aan de pispot, lieg op aan de top, en in de moord is Plootje. Een mens met een hart van goud. Als een iemand kon helpen, dan deed hem dat. Dat moest hij niet ontwaffelen. En 100 per 100 carnavalisten. Wat zeg ik, 100? 200. Alleen in Olst, ga dat proberen. Alleen in Olst, ga dat riskeren. Hoe kan het tot Olst, in zijn bloeiten. Als je kunt zwemmen, zijn die onderhoofd. Ja, Camille Sergeant is iemand die toch altijd
enorm beleving geweest is voor de Alzerse carnavalswereld. Maar ik vind dat we ook niet mogen vergeten, sociaal, ook sociaal van hoe belangrijk dat de mens geweest is, mensen helpen mensen. Hij is dan een basis geweest van het grote sociale weefsel om in Aalste arme mensen te helpen. En ik vind dat even belangrijk als zijn rol voor carnaval als prins en keizer. Want tenslotte heeft hij dat ook gehad voor zijn verdienst. Wat carnaval betreft heeft dat café opgericht, een basis geweest. En de keizer van ons allemaal, als hij gestorven, oké. Maar hij blijft de keizer en hij blijft in ons hart. Doe maar voor je! Het is van ons. Verkleed je onderwust. Het is maar verdraaid ogen, gegooid en niet beklagen, want het is carnaval. Waar doen we? Als Schilderman? Niet.